Ecuador. Mijn naam is Aline van der Maat en ik woon en werk nu ruim 5 jaar hier in Ecuador. In de afgelopen weken hebben jullie al meer gezien en gehoord over het leven van de kinderen hier in dit mooie land. Vandaag wil ik jullie meenemen naar de kerk in Guayaquil. Jullie hebben zojuist al een video gezien en gehoord waarin een groepje kinderen een kerstlied zingt. Samen met deze kinderen ben ik verschillende zaterdagmiddagen bij elkaar gekomen om dit lied aan te leren. En vanmiddag hebben we het lied ook opgenomen. Toen de kinderen hoorden dat ik dit lied zou opsturen naar Nederland, vonden ze het best een beetje spannend. Maar ze hebben hun uiterste best gedaan om het lied goed te zingen, zodat ook jullie dit lied kunnen aanleren. Doe je mee? Ik zal de zinnen langzaam voorlezen, zodat jullie de uitspraak van de Spaanse woorden kunnen leren. Ik begin met de eerste zin. O niños de todos los pueblos, venid. Zeg het me maar naar. O niños de todos los pueblos, venid. Gaan we naar de tweede zin. Los cantos de ángeles miles oíd. Doe maar mee. Los cantos de ángeles miles oíd. Gaan we naar de derde regel. En un pueblecito llamado Belén. Doe maar mee. En un pueblecito llamado Belén. En dan de laatste regel. El Hijo de Dios ha nacido recién. Nog een keer. El Hijo de Dios ha nacido recién. Zal ik hem nog één keer helemaal voorlezen. O niños de todos los pueblos, venid. Los cantos de ángeles miles oíd. En un pueblecito llamado Belén. El Hijo de Dios ha nacido recién. We gaan het lied nu samen zingen. En dat gaan we ook weer doen, regel voor regel. Dus we beginnen bij de eerste regel. O niños de todos los pueblos, venid. Dezelfde melodie. O niños de todos los pueblos, venid. Los cantos de ángeles, miles, oíd. Gaan we door met de derde regel. Die gaat een beetje anders, dus luister maar goed. Thank you.
doorzingen. En dan daarna kunnen jullie weer naar het filmpje luisteren en kunnen jullie met de kinderen meezingen. Ja, beginnen we weer helemaal vooraan. O niños, venid.